Commissiegroep Droge Kelders Velsen Noord, uit hoeveel leden bestaan jullie? Wij bestaan uit uh, zes leden. Lieneke Post, Wim de Baar, Gerrit Ausma, Richard Rozing, Berry de Haan en John Rutte. En uh, ja, jullie hebben natuurlijk enorm veel uh, vochtoverlast hier. Is er ooit wat aan gedaan door jullie zelf? Door onszelf. Ja, wij proberen zoveel mogelijk water weg te pompen wat er in de kelders uh, komt. Maar het is per wijk is het verschillend. Is het koophuis of een huurhuis? Als eigenaar moet je het zelf doen. En huurhuizen weten we dat woningstichtingen al wel bezig zijn met het uh, uh, gooien van schelpen in uh, kruipruimtes. Zijn er uh, oplossingen volgens u? Nou in ieder geval in de Gildenbuurt zouden we heel graag een draineersysteem willen hebben. Want toen er een nieuw rioleringsysteem aangelegd werd, is er geen draineersysteem aangelegd. Want de gemeente onderschatte eigenlijk het probleem van het wateroverlastdier. Dus wij hopen dat wij het waar kunnen maken dat ze hier ook een draineersysteem aan gaan leggen. Eigenlijk de grote vraag voor jullie: doet de gemeente wat? Nou, de gemeente heeft best wel veel gedaan, vind ik. Ze hebben bij ons in de buurt overal drainage aangelegd. Uh, de straatkolken zijn ook allemaal apart aangesloten. Nou ja, en daar zit eigenlijk weer het andere verhaal aan vast. Dat die straatkolken, die lozen dus in die, die brugse sloot. Dus als daar het water omhoog komt, ja, ik zal niet zeggen dat het bij ons dan onder de vloer komt. Maar dan staan de poorten wel blank. Dus daar zit toch wel een, ik zeg het, de gemeente best wel veel gedaan. En de acties, wat denk je zelf? Wat voor acties kunnen jullie verder ondernemen? Nou ja, blijven protesteren bij de gemeente. En uh, ja, de mensen moeten ook zelf gaan bellen, dus naar het. Uh, Loket invelsen als je dus water onder de vloeren of de poort blank staat. En dat gebeurt volgens mij gewoon veel te weinig, want ze lopen tegen ons te klagen, maar niet bij de gemeente. Dus eigenlijk moeten de mensen zelf veel meer gaan klagen. Uh, u heeft er zelf ook uh, persoonlijk veel last van? Nou, Nu op dit moment niet, maar uh, het komt voor. Mijn zoon woont ook in de wijkerhoogbuurt en in zijn slaapkamer ben ik gewoon compleet door de vloer gezakt. Dat was een huurwoning van de Woningstichting of uh, andere Woningbouwvereniging. En die zeiden in eerste instantie: nee, het is geen vocht. Maar het bleek dus wel vocht te zijn en de hele vloer is vernieuwd. Dus er, er is echt er is leed echt onder de mensen hier. Ja, dat klopt. De enorme vochtoverlast in Velsen. Uh, hoe komt al dat vocht hier? Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke oorzaken waardoor uh, we maar, heel veel bodemwateroverlast uh, hebben. Eén deel daarvan is het grondwater, dat is het water wat via de duinen aangevoerd wordt en natuurlijk langzaam het laagste punt in de polder opzoekt. Dus dat is een natuurlijk verloop. En een tweede uh, onderdeel wat daar een belangrijke uh, substantie is, uh, is natuurlijk het regenwater wat in de bodem zakt omdat dat uh, zeg maar niet afgevoerd wordt via de drainage of via de riolering. En dat water blijft in de bodem staan. En als de bodem dan verzadigd raakt, ja, dan krijg je een soort, uh, soort uh, hefboomwerking tussen het uh, hoge bodem buiten en de lage bodem onder de. Onder de woning. En nu, uh, jullie hebben daar niet echt al tientallen jaren last van, begreep ik? Nou, ik woon zelf ongeveer een, een tien jaar in Velsnoord. En eigenlijk in die tien jaar tijd dat ik hier zit, is met name de laatste 6, 7 jaar uh, gigantisch uh, toegenomen. Uh, ooit in 2008, dat ik hier ben komen wonen, is het één keer overkomen dat er een heel dun laagje water in de kelder stond. Dat was een incident. Maar nadat uh, de riolering uh, hier in, uh, in de gildebuurt is vernieuwd, uh, merk ik dat er wel echt een significante toename is geweest van, uh, van de wateroverlast. Jullie zitten natuurlijk met een enorm probleem. En hoe haal je dat water hier uit je woning weg? Ja, nou, een flink aantal mensen in de buurt hebben al een waterpomp aangeschaft. Die zeg maar, wanneer ze merken dat er water in de kelder staat, het water dan ook wegpompen. En dat is wat ik ook met enige regelmaat doe. En sterker nog, zelfs nu in de afgelopen weken ben ik daar al heel druk mee bezig geweest. En zelfs nu heb ik nog steeds water staan, wat ik elke dag moet wegpompen. En Schimmel. Ja, schimmel heb ik gelukkig geen last van. Uh, een van de belangrijke oorzaken van schimmel is natuurlijk uh, vocht in combinatie met slechte ventilatie. Uh, waar wij als actiegroep de mensen wel op attenderen is dat ze de ventilatie van de woningen ook goed op peil houden. Met name in die gevelventilatiesleuven. Uh, goed schoon houden. Uh, maar het is natuurlijk wel een, een potentieel gevaar. En bij wie uh, kunnen de mensen nu het beste terecht? Ik zeg dat de, me de mensen moeten dus eigenlijk toch naar die gemeente toe. Want als je de gemeente het moeilijk maakt dan komt er misschien ook een beetje respons op van, hé, hey, dat er gebeurt er eens een keertje wat daar al. Dus ik zeg het, blijf protesteren.